minder eng dan dat ik eruit zie. Ik denk dat ik het prototype ben van grote bek, klein hartje. Ik hoop dat ik mensen kan inspireren door ze op een andere manier naar hun eigen werk te laten kijken en ze een nieuwe manier van denken te geven. Een goede spreker is iemand die, terwijl hij aan het spreken is, zijn publiek altijd in de gaten houdt en kan reageren in het moment. Ik zou heel graag nog een keer in Carré willen staan. Als acteur, maar ook als spreker. Ja hoor. Als spreker kunnen mensen van mij verwachten dat ik ze vanuit een onverwachte hoek een visie geef over samenwerken, over leiderschap binnen het bedrijfsleven. En die onverwachte hoek, die is het theater, het toneel, het acteren. En het is wonderbaarlijk hoe eigenlijk elke situatie binnen het bedrijfsleven volledig transporteerbaar is naar het acteren en naar het theater maken. En ook vice versa. En voor het bedrijfsleven is daar een hoop uit te leren. En dat kunnen mensen van mij verwachten dat ik ze dat breng. Het leukste van spreken vind ik dat ik op plekken kom waar ik als acteur heel weinig kom en waar ik mijn fascinatie voor het bedrijfsleven wel kan voeden. En ik vind het heel erg leuk dat mensen binnen het bedrijfsleven elke keer totaal verbaasd zijn dat iemand die acteert en de regels van het acteren, dat die zoveel impact kunnen hebben op het bedrijfsleven. Die verwondering is eigenlijk het leukst. Spreken of acteren, dat is heel lastig. Acteren is altijd mijn grootste passie. En toen ik 15 was, wilde ik personeelsbeleid voor grote bedrijven gaan ontwikkelen. Nu ben ik daar ook mee bezig via mijn spreken. Maar ik ben toen gegaan voor het acteren. En ja, als je echt een gun op mijn kop zet, dan kies ik acteren.